voor de eerste keer een nieuwe huis doen, hè? Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. De nagelslakken. En denk ik ook. Ik ook. De verschillende kleurtjes krijgen. En mama denk ik ook. En mama het eerst. En dan mag ik met de Beauty Salon gaan we naartoe. Hè? We gaan samen een nagellakbehandeling doen. Krijgt mama shellac op de nageltjes en op de teentjes. En wat krijgt Luna dan? Ook op de nagels en de teentjes. Ja, dan mag Luna kleurtjes kiezen. Hè? Voor een kinderbehandeling krijgt Luna. Hè? Ja. Ja, en wat gaan we morgen doen? Op vakantie! Hey Luna, wat vond je van de moeder-dochterbehandeling? Vond je het leuk? Wauw, wat een mooie teentjes. Ze vond het wel creatief dat je allemaal verschillende kleurtjes had, hè? Nou, mama vond het ook heel leuk, hoor. Mama heeft een hele mooie nude-kleur op de nageltjes, hè? Ben je aan het eten? Ben je ijskool aan het eten? Ja. Ja, dat is niet te zien, hè? Vind je het zo lekker? Vind je het lekker, Noe? Ja. Gaan we naar het nieuwe huisje toe? Ja! Wow, ben je voor de eerste keer een nieuwe huis doen, hè? Wow, wat een geluid, hè? Ja! Ja, zo goed, hè? Vinden jullie... Mooi! De schoen. Oh, je verliest een schoentje, Noe. Die wilde je altijd al, hè? Nee. Leuk? We zitten gewoon in het bos. Ja, we zitten gewoon in het bos. Wat zijn nou hier? Hallo. Dat wordt papa's en mama's kamer. Papa, hoe wil je het spelen? Hé, wat vind je ervan? Kijk, Noe heeft een geluid al gevonden. We hebben de slaapkamers beneden, Luna. Dat is een beetje gek, hè? Papa, we gaan naar boven. Ja, maar we hoeven niet naar boven. We gaan naar beneden voor de slaapkamer. Mag jij een kamertje uitkiezen? Ga je een kamertje uitkiezen, Luna? Dat is de badkamer. Kijk, hier mag je kiezen. Hier is de slaapkamer, Luna. Waarom kies je die? Omdat hij een roze muur heeft. Ja. Ja, maar we krijgen nog een dierenkamer, hè? Wil jij deze kamer, Noe? Ik ben toen aan vakantie. Ik heb net alle koffers ingepakt. We gaan zo even de auto inladen. Even wat te eten besteld, omdat we daar nog geen tijd voor hadden gehad. Meestal geven we met een autorit geven de meisjes af en toe een aantal cadeautjes, zodat ze hopelijk heel lief gaan zijn. Om toch natuurlijk, ja, wat zal het zijn, een uurtje of 16 in de auto te zitten. Wat natuurlijk wel echt pittig voor ze is. We zijn dus naar het nieuwe huis geweest. Nou, de reactie van de meisjes was echt goud waard. Vond ik echt super leuk om te zien. Ik was gisteren 21 weken zwanger alweer. Dus ik merk nu wel qua energie. Het gaat eigenlijk super goed. Maar omdat ik toch wel, denk ik, veel hooi op mijn vork heb genomen de afgelopen periode. Ja, dan merk je gewoon wel dat af en toe een beetje veel is. Gaan we morgen op vakantie. Hebben we eerst nog een begrafenis. Crematie, sorry. En daarna gaan we meteen wegrijden. Dit zijn twee leuke cadeautjes die ik heb gekregen voor de meisjes van Made for You. Superleuke webshop. Die maakt dus de armbandjes helemaal zelf. Nou, dit is ook echt heel leuk. Die ga ik nu ook inpakken. Is van Vitex. Soef soef dieren. En daar hoort dan deze bij.
Dus dan ga ik deze aan Luna geven en deze aan Noe. Dus de eenhoorns van Vitex maken ook een geluidje. En wat wel super leuk is, is dat deze vriend gewoon precies dezelfde naam heeft als ik. En verder heb ik nog een educatief spel wat ik ga inpakken voor Luna. Twee duikbrilletjes voor de meisjes. Altijd leuk. Waterpistolen. En de hit van de vorige vakantie, zo'n waterballonnenpistool. Zaterdag, vandaag. Waar gaan we heen? Hey. Zin in? Zeker. Super veel zin in. Zie je ook tegen de reis? Nee. Plankgaas. Daar komen de eerste cadeautjes. Panter. Kijk eens. Wauw. Panter en de naam van Luna, mama. Ben je aan het facetimen, Noe? Lekker joh, we zijn gewoon in Spanje. We zijn vanochtend om 6:30 zijn we aangekomen. En nou ja, super relaxed, want Koen en ik hebben natuurlijk de hele dag gereden. En mijn ouders waren hier om te zorgen dat ze ook even voor het kindje konden letten. Dus wij hebben daarna nog even een klein tukje gedaan. En de rest van de dag hebben we gewoon heel de tijd genoten van het lekkere weer. En nu gaan we op weg naar het restaurantje. Om even lekker een Spaans dinertje te doen. Dus... Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zal erin zitten, Luna? Kijk, ik word in de pony. Echt? Wat zeg je nou? Oh, zo, hey. Dat is cool. Wat een groot cadeau. En waarom heb je dat gekregen? Omdat ik te veel. Omdat je dat te veel hoor. Nee, omdat je heel lief bent geweest in de auto, hè? En weet je hoe het paardje heet? Nee. Oh, dat is, weet je, Tessa heet het paardje. Staat op Tessa. Wie heet er nog meer, Tessa? Dat is mijn paardje. Is jouw paardje, maar wie heet er nog meer, Tessa? Dat weet ik niet. Weet je niet wie de Tessa heet? Mama. Oh, dat wist ik, hè? Dus... Mama, ik had deze gekregen. Ja, die had jij gekregen, hè? En Noe had Fayenne gekregen, hè? En hoe heet jouw poppetje? Jouw unicorn. Tessa. Ja, en wie heet er nog meer, Tessa? Mami. Ja. We hebben net lekker ontbeten. En ik ben net geparkeerd bij een internetcafé ergens hier in Spanje. Om te kijken of ik al mijn vlogbeelden kan uploaden. Dus dat ga ik nu doen. Lekker relax ochtendje. Gisteren natuurlijk aangekomen na een super goede reis, autoreis naar Spanje. Kindjes waren echt super lief. Alleen Noe heeft gewoon weer heel erg last van luieruitslag. En ja, een soort schimmelinfectie. Nou, super vervelend, waardoor ze best wel veel gehuild heeft. Dus we hebben wel wat vaker in de nacht moeten stoppen om de crème te smeren. En een luier te verschonen. Daarna ga ik lekker genieten van een relaxed dagje. Ik denk dat we lekker naar het strand gaan. Ja, voor nu, zoals je ziet, zit ik dus nog in de auto. Het is 32 graden op de teller. En het is 10:00 ochtends. Dus het is echt, ik dacht ik blijf even in de airco zitten. Want het is wel warm. Zeker in combinatie met de zwangerschap. Ik merk wel dat ik daar dan toch een soort van iets minder goed tegen kan. Fijn. Ik wil eigenlijk alleen maar even de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ben heel benieuwd.
wat jullie reactie is op ons droomhuis, wat we natuurlijk nog gaan verbouwen en waarin ik jullie natuurlijk de hele journey ga meenemen. Ik hoop jullie natuurlijk volgende week te zien. Dan zien jullie hoe een weekje hier vakantie is met mijn gezinnetje in Spanje. En de week daarna vliegen we vanuit Barcelona naar Ibiza voor een weekje. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. Maar voor nu, ik hoop jullie dus volgende week weer te zien. En ja, ik zou het heel leuk vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. Dan zie je als eerste de melding. En tot volgende week, hoop ik. Doei!